Genieten van muziek, van de vele stands van organisaties en van elkaar. Het bleek de bezoekers van het Festival Mondiaal allemaal niets uit te maken. Of ze vonden er wel wat op. Er waren dit jaar 140.000 bezoekers tijdens het slotweekend van Festival Mondiaal. Vroeger keken mensen eerst naar het weer en dan kwamen ze naar Mondiaal. En nu gaan ze eerst naar Mondiaal en nemen ze het weer voor lief. Dus dat is wel winst. 2 dagen lang muziek uit de hele wereld. De hele wereld. Zelfs uit Nederland. Net als de bezoekers. Uit de hele wereld. En de hapjes. Iedereen had zo zijn eigen reden om de regen te trotseren. Omdat wij... Zullen we dat vertellen? It's very nice to be here. You meet people. Ja, doe maar. Vertel jij het maar. Nee, doe maar. Ja, nee, het is gewoon echt geweldig. Ja, ik vind het echt... Ik zei net, ik hou van Mondiaal echt. Ja. Een jaar geleden zijn we hier ook geweest. En toen is onze relatie begonnen. Dus we zijn vandaag een jaar bij elkaar. En we dachten, het is leuk om weer daar naar de plek te gaan waar het begon. Amnesty International had zelfs de bekende popartiest Annie Lennox naar Tilburg gehaald om te pleiten voor het lot van een Tibetaanse gevangene. Ze riep bezoekers op protest-sms'jes te sturen. De 14e editie van het Festival Mondiaal verliep zonder enige wanklank. Net als de 13 voorgaande trouwens.